1 op de 10 mensen in Nederland die leeft in armoede. Dat is al veel. Het is gelukkig aan het afnemen. Sinds 2014 zit daar een daling in, ieder jaar weer. Maar wat veel erger is, is dat er in die groep 660.000 mensen meer dan 3 jaar in armoede leven. En dat hakt er steeds harder in. Ja, dus eenmaal in de armoede, dan kom je er heel moeilijk uit. Dan kom je er heel moeilijk uit. Maar ook ieder volgend jaar armoede telt zwaarder. Omdat je toch, nou, je hebt nog wat kleren in voorraad die nog goed zijn. Maar ja, ieder jaar zijn je reserves, de kleine reserves die je hebt, die zijn uitgeput. En dan gaat het steeds harder tellen. Hoe kan het dan? Is het dan in Nederland een situatie, ondanks de voedselbank, dat die mensen niet aan de hand worden genomen? Al onze klanten hebben een hulpverlener. Heel veel Stadsbank, Humanitas, allerlei instanties die proberen hun financiële situatie te verbeteren. En wij leveren extra voedsel om ervoor te zorgen dat mensen daar geen dagelijkse zorgen over hebben. Maar goed, de basis van de armoede, er is natuurlijk een crisis geweest. De piek heb je van de armoede daardoor hebben we in 2014 gezien. Het neemt nu langzamerhand af. Wat wij merken is dat vooral de ZZP'ers uitstromen. Maar ook de rest van onze cliënten. Zo'n 2 jaar geleden was de doorstroomtijd van onze cliënten, dus de tijd dat ze bij ons bleven, 18 maanden. Dat is nu 11 maanden. En we krijgen heel regelmatig telefoontjes. Ik kom niet meer, want ik heb werk. Ik ben uit de problemen. Dankjewel voor de hulp, maar het is niet meer nodig. Ja, dat vinden we natuurlijk toch heel prettig. Toch ben je niet helemaal blij, want in die grote groep zitten heel veel kinderen. Er zitten heel veel kinderen. Wij hebben nu 372 kinderen in zorg, dus tot 18 jaar. En het vervelende is dat die kinderen van hun ouders ook zien dat ze de hele dag bezig zijn met, heb ik morgen nog eten? Hoe moet ik die rekening overleven? Hoe moet ik die rekening betalen? Die kinderen leren niet om wat langer te plannen. Plannen is voor kinderen in armoede de volgende dag, hooguit de volgende week. En ze leren dus ook niet later, als ze dat allemaal zelf moeten doen, hoe ze dan hun leven moeten inrichten. Dus vandaar dat je ziet dat kinderen die in armoede opgroeien een grotere kans hebben om ook later zelf weer in armoede te komen. Wanneer je kijkt naar Overijssel, hoe is het daar gesteld? Er zijn wat plaatsen met relatief veel voedselpakketten, dus relatief veel klanten. Zwolle, Hardenberg-Ommen heeft ook natuurlijk ook een groot gebied. Enschede, wij hebben helaas het grootste aantal, maar Enschede heeft natuurlijk ook een verleden als textielstad met heel veel werkloosheid. Bij ons, Overijssel, is de populatie die bij de voedselbank komt met 6% afgenomen. Bij ons is het veel meer. Bij ons is het veel harder gegaan. Wij hadden 2 jaar geleden nog een 560 pakketten. We hebben er nu nog 390. En dan heb je het over Enschede? Alleen Enschede. Hoe kan dat? Enschede zat heel diep in de problemen als stad. En we hadden ook hebben nog steeds een hele grote populatie met mensen die in de problemen zitten. Trekt de economie aan, dan zie je dat het bij ons ook wat sneller omhoog gaat. Een mooie daling, maar niet voor lang. Nee, volgend jaar gaat de BTW op voedingsmiddelen omhoog. Dat scheelt voor iedereen 20 euro per maand. Dat hakt erin. Voor mij is het geen probleem, maar voor mensen die bij ons lopen is dat zeker een probleem. Als Voedselbank in Nederland houden we daar ook rekening mee. We hebben de ruimte doordat er voldoende aanvoer is van producten. We gaan volgend jaar flink omhoog. Dat wil zeggen, er is volgend jaar ruimte voor veel meer cliënten. We zitten nu op een weekbedrag van 110 euro. Dat wil zeggen, als je minder hebt dan 110 euro voor de dagelijkse boodschappen, voor je kleren, voor de spullen voor de kinderen, voor school. 110 euro per week voor een 4. Gezin van 2 met de 2 kinderen. Dat is echt heel, heel weinig. Dat gaat omhoog naar 115 euro per week, maar
bij de berekening worden nu meer kosten meegenomen. En dat scheelt 80 euro in de maand bij het maandbedrag. Dus we gaan dan naar een weekbedrag van 137 euro. Dus van 110 gaan we naar 137 euro. Wie daaronder zit, kan bij ons komen en kan een voedselpakket krijgen. Dus er zullen meer gebruikers komen? Er zullen meer gebruikers komen. En daar hebben we de ruimte voor en dat doen we graag.